Vandaag in het Groene Oosten laat Vassen zien wat de voordelen zijn van samen energie besparen. Zien we hoe je met strobalen en hennep heel snel en milieuvriendelijk kunt bouwen. Testen we de e-bike. En maken we een oude commode weer helemaal hip. Dit is het Groene Oosten. Vassen won in 2011 de publieksprijs in de competitie Duurzaam Dorp. Ja, en daarmee werd al duidelijk dat de gemeente duurzame stappen wil maken. Maar daar houdt het niet mee op, want Vassen heeft een droom. Vassen wil namelijk energie neutraal zijn. Dat klopt. Hoe? Nou, wij leggen zonnepanelen op ons dorpshuis. We geven voorlichting op de basisschool aan de kinderen. En we installeren in heel Vassen een slimme meter samen met de buurkracht. Buurkracht! De buurtbegeleider van Buurkracht. Zo is het. Wat is het? Buurkracht is, wat we doen is, wij duiken de buurten, de wijken en de dorpen in op zoek naar lokale initiatieven van bewoners die graag iets willen doen op het gebied van het nemen van besparende maatregelen. En dan krijgen we eigenlijk een aantal fases in het project. De eerste is dat je graag in beeld wil brengen wat er te besparen valt eigenlijk in Vassen. Ja. Dus daar hebben we een onafhankelijke energieadviseur voor laten invliegen om te kijken van oké, waar zijn hier nu de besparingsmogelijkheden? Je knalt echt gewoon de wijken door en... Ja. Maar daarna gaan we die informatie presenteren op een buurtbijeenkomst. Dat hebben we in Vassen ook gedaan. Om toch aan de hele buurt te laten zien van ja, wat kunnen we hier nu gaan doen? Ja. Dus jullie maken eigenlijk alleen een plan voor de buurt? Ja, we maken een plan voor de buurt. En we helpen ze natuurlijk wel een beetje. Maar uiteindelijk moet de buurt het zelf doen. Ja, en hoe help je ze dan? Nou, daar hebben we een aantal tools voor. Dit is er bijvoorbeeld eentje. Kijk maar eens. En wat is het? Daar kun je heel mooi je eigen verbruik van verschillende apparaten in je huis mee meten. Ja. Jij weet niet hoe die werkt, hè? Ik weet hoe die werkt. Vertel. Ik zal het even demonstreren. Ja. Hier hebben we een lamp, een schemerlamp. Ja. Met een goede lamp. Ik zal laten zien wat het verbruik is als je hem aanzet. Dus je mag geen schemerlamp. En je ziet meteen, hij gaat naar 40, 41, 42 watt. Ja. Nou, ik heb hier een ledlamp. En dan kun je zien wat je bespaart aan energie. Als je dus bijvoorbeeld zo'n lamp de hele dag aan hebt, de hele avond. Ik zet hem aan, hetzelfde licht. Ja joh, 5,7. 5,7 watt, dus dat is aardig wat minder watt. Mooi ding. Ja, zeker. Het werkt. Ja. Ja, mensen moeten toch vaak eerst zien voordat ze geloven. Ja, ja. Ja, inderdaad. En je hebt nog meer? Ja, ook een beetje. Hier voor hetzelfde principe hebben we nu de warmtebeeldcamera. Wat je hier nu wel heel leuk kan zien, is nu de voordeur op een kier staat, is dat al die warmte gewoon boom, zo naar buiten verdwijnt. Ja, oh, ja. Je ziet het echt heel, heel geel. Ja. En dat geldt natuurlijk voor de ramen en alles wat je maar open hebt staan. Ja. Dus je laat eigenlijk de wijk met elkaar een beetje stoeien met al die instrumenten. Ja, puur voor de beeldvorming om te kijken van wat kunnen we hier nu met onze buurt doen. Ja. Ja. En dan? En dan willen we heel graag aan de slag. En daarvoor hebben we ook het platform, zodat mensen elkaar kunnen vinden om acties op te starten en dan gezamenlijk ook dingen daadwerkelijk te gaan doen. Ja. Nou, hoe werkt het dan? We hebben met Vassen een pagina, ja. Daar kun je inloggen en je kunt daarmee in contact komen met je buren, met je buurgenoten, om te zien wat zij willen, waar zij geïnteresseerd in zijn. Oké, op buurkracht.nl, een eigen pagina inderdaad. Ja. Nou, en... hier zie je bijvoorbeeld de zonnepanelen, 11 buren zijn geïnteresseerd. Ah, iedereen klikt nu gewoon aan naar de mogelijkheden die er zijn. Ja, ja. HR-combiketel zie ik. Nou, dan 2 buren zijn geïnteresseerd. Ja. Dat is nog niet zoveel dan. Nee, dat is niet zoveel. Maar 11 buren zonnepanelen. Ja. Wat is dan het grote voordeel? Wat ga je daarmee doen? Nou, met 11 buren zou je kunnen zeggen, we gaan gezamenlijk zonnepanelen inkopen. Dus tegen een mooi prijsje. Ja. En dan wordt je terugverdiend tegen natuurlijk heel kort. Ja. Wat zeer interessant is. Ja. En hoe doe jij het zelf? Want dat kan je dan ook zien. Ja, dat zal ik hier even laten zien. Dat gaat dus via de slimme meter. En hoe doe jij het? Dus even kijken. Ik doe het vrij netjes. Je doet het heel netjes, ja, joh. Ja, 110 kilowatt, dat is ongeveer 26 euro rekenen ze voor jou uit. Deze maand. Ideaal, deze maand. Ja. Wat is nou de kracht van dit gebeuren eigenlijk?
De kracht is dat je met elkaar in contact komt. Dus je ziet wat je buren willen. En je wordt bewust van je eigen energieverbruik. Slim. Ja, zeer interessant. Maar energie neutraal. Ja. Was jullie plan? Dat klopt. Wanneer? In 2016. Je lacht er ook bij. Ja, nou met 11 man zonnepanelen, dat is al een mooi begin, toch? Dat is wel een mooi begin. Vier jaar geleden volgden we de familie Kiekenbos in hun natuurlijke huis. Zowel bij de bouw als bij de inrichting van het huis gebruikten ze natuurlijke materialen. En ook hun leefstijl was zo duurzaam mogelijk. Ga eens even kijken hoe het de familie is gegaan met dat natuurlijke leven van ze. Hey, ah, André. Senor. Long time no see. Nee, dat is een tijdje terug. Ja, ja. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het leven vergaat, het natuurlijke leven. En vooral wat er voor nieuwe dingen bij zijn gekomen. Ja, nou ja, in die 5 jaar is bijvoorbeeld, er zijn een heleboel dingen die veranderd zijn. Maar een van de dingen die we meest recent nog doorgevoerd hebben, is dat we hier de spaarlampen met de daglichtlampen waren dat. Die hebben we nu vervangen door ledverlichting. Oh. Ja, zet maar. Nee, die andere moet je hebben. Ja, moet je eens kijken. Bam, in één keer licht. En, ja, bij die spaarlampen duurde het altijd even voordat het is. En moest opgewarmd worden. Dit is in één keer volle bak licht, alleen maar naar beneden, schijnt niet naar boven. En knutselen? Ja, zelfbouwpakketje. Ja, we hebben ons huis helemaal op het zuiden gebouwd. En dat betekent dat aan de zuidkant altijd warm is. Die warmte die zit niet aan de noordkant. Nee, want heb ik die slaapkamers ook allemaal. Precies, ja. Maar deze excursieruimte moeten we dus in de winter eigenlijk wel bijstoken. En nu ik samen met mijn installateur hebben we bedacht om een buisje door het huis te zetten. En dan aan de weerskant een sensor. En dan gaat die met een beetje ventilator verplaatst die warme lucht gewoon naar deze kant, naar de koude kant. Is wel ook weer simpel, hè? Wordt een bouwpakketje, een zelfbouwpakketje. Hier zitten ventilatoren in, die kun je uit je oude computer halen om dat systeem straks mee te gaan maken. Okay. Nou, buiten die andere, je moet eens kijken hoe mooi het grasdak er inmiddels uitziet. Trekt veel meer bijtjes in de omgeving, al veel meer vogeltjes. Dat merk je ook. Ja, dat kun je gewoon echt merken. Echt substantieel veel meer vogels hier in de buurt. En we wilden de eetbare tuin aanleggen hier. Dat is ook echt gelukt. We eten onze eigen appels en onze peren inmiddels. Maar als je het echt over de eetbare tuin hebt, dan moeten we naar de groentetuin van Agnes natuurlijk. Hey, hallo. Zit lekker te chillen in de eetbare tuin? Hey, joh, ik heb bijna geen werk. Het gaat allemaal vanzelf. Bijvoorbeeld, mijn sla die bloeit nu en die maakt zaad voor de volgende generatie. Daar hoef ik verder niks aan te doen. Nou, hier zie je de boerenkool. Dat zijn planten van de boerenkool die afgelopen jaar gebloeid hebben. Maar de natuur regelt dat vanzelf. Die gooit zijn zaden ietsjes verderop en op die manier ontstaat het vanzelf. Oh, dus hier was het en nu gaat het een beetje zelf. En dat gaat een beetje eigenlijk door elkaar heen. Ja, dat loopt vanzelf door de tuin. Dat zie je ook wel een beetje. Hè? Ja, maar, nou, dus mooi hè? Geordende chaos. Nou, mooi om te zien. En Harry, ik kan ook zien dat het natuurlijke leven jullie echt wel bevalt. Ja. Maar ik heb ook wel een beetje het gevoel dat het inderdaad een altijd doorgaand proces is. Met steeds weer nieuwe inzichten. Ja, er verandert een heleboel op dat vlak. We krijgen bijvoorbeeld heel veel vergaderingen hier. En moesten we een iets grotere vergaderruimte hebben. Hebben we het leemhuis zijn we nu aan het bouwen. En hebben we echt de allermodernste, maar wel natuurlijke middelen hebben we daarin gestoken. Waar is die? Die is de ginder. Hoi. Hoi. Ben je nou stro aan het zagen? Ja. Oké, ik heb gehoord dat Harry nieuwe inzichten heeft, maar dit is heel nieuw. Wat ben je aan het doen? Ik ben deze gevel aan het sluiten met stroom. Oké. Dus 1, 2, en jij mag eerst en dan ik. Ja, een knietje. Maar dit is gewoon in plaats van de normale stenen zoals we dat Kijk, we hebben alweer, altijd deden. We hebben alweer een halve vierkante meter stroom geplaatst. Dat gaat een stukje sneller zo. Deze. Dus dit is gewoon een strobalen muur met een leme wandje. Dit is een leme stuklaag zit er overheen. Wat hebben we hier dan? Wat je hier ziet is een houten gevelbekleding. Maar daaronder hebben we dus iets gevonden. Kalk en hennep. Kalk, hennep. Kalk, hennep. Dus hier zit een kalk, hennep muur achter. Ja. Ik stort het zo los erin. Je isoleert beter dan stro. En tak, 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 één muur. Ik kan 4 meter in één dag. Oh ja, echt? Ja. Wat zijn nou de grote voordelen ten opzichte van de normale bouw? André, we hebben het hier over gezond wonen, gezond bouwen, over een gezond binnenklimaat, over damp open, vochtregulerend. En dat allemaal gewoon natuurlijk? En allemaal helemaal natuurlijk. We hebben het laten doorrekenen. Als je 2 van deze dingetjes aanzet,
dan kun je dus hele ruimte voldoende verwarmen midden in de winter. Ik wou net zeggen, midden in de winter? Geen enkel probleem. Twee van deze kacheltjes. Maar jouw kennende? Zonne-energie. Ja, uiteraard. Jeetje, ja. Maar ik vind het wel mooi. Het ziet er mooi uit. Alleen als ik dan het stro, daar blijf ik dan toch nog een beetje bij denken. Is het wel veilig? Staat het niet zo in de fik? Nou, zullen we eens een strobal in de fik steken? Het eerste is alweer uit. Als je nou je brander uit doet, dan zul je zien dat het vuur vrij snel uitgaat. Nee jongen, ik probeer het nog even. Harry. Je wil gewoon dat ik gefaald heb. Zie je, dat is het laatste beetje brand nu nog. Gaat nu ook uit. Het vuur is uit. Rek, jongen. Nou, dat schiet inderdaad niet op. Kijk, nu is het bijna weer als nieuw. Ja, je haalt het zwarte weg en wat erover blijft is gewoon weer stro. Ja, wat je ziet is dat de buitenkant wil branden, maar de leem erover zorgt ervoor dus dat zelfs niet eens kan. Nee. Want anders wordt er ook geen bouwvergunning afgegeven. Heb je echt geluk, jongen. Je hebt gewoon een veilig bandje dus staan. We gaan weer van oud materiaal wat moois maken. En vandaag heb ik de opdracht van onze stylist Marianne om een oude commode op te halen. En Annelies uit Stadshagen reageerde dat zij van een oude commode had. Ja. Dat klopt. Ja. En je bent ook zwanger. Ja, klopt ook. Dus we kunnen hem ophalen? Ja, dat kan zeker. Ik heb hem achter in de tuin staan. Ah ja. Nou, dus deze neem ik mee. Alsjeblieft. Oké. Ja, succes ermee. Je mag natuurlijk niet tillen, hè? Sorry. Hoe kijk je er nou even van mee, joh? Goed. Sjoerd. Geluid. Klasse. Ah, schaffelijk, hoor. Dat kunnen ze doen. Nou, dan gaan we. Succes ermee. Hoe lang heb je nog? Nog 5 weken. 5 weken, hè? Oh, gaat het lukken? Dan is hij wel klaar. Bedankt, hè? Is goed, veel plezier. Een prachtige vernachelde commode. Nou, super. He? Geweldig. Dit is natuurlijk een beetje een oudje. Ja. Dus geschilderd. De bovenkant gaan we schilderen. En de lade en de twee deurtjes gaan we beplakken met restjesbehang. Oké. We gaan verven met krijtverf. Het mooie van het krijtverf is dat we het niet hoeven te schuren. Oké. En dat het snel droogt. Het is wel een beetje groen. Het is ook groen. Oh. Het programma heet toch ook het Groene Oost? Oh ja, sorry. Oh, Annelies blij, jongen. Zo zwanger, dus moet een beetje opschieten. Oh, precies. Er zit wat haast achter. Dat verft ook wel ideaal, joh. Ja, het is heel makkelijk. Een beetje het gevoel dat het nog snel gaat. Een mooie matte uitstraling. Want meestal leg je hier natuurlijk wel zo'n aankleedkussen nog op. Ja. Maar wil je dan niet dat er vlekken opkomen, dan is er ook nog wel een soort afwerklaagje die je er nog weer overheen kunt doen. Ah, oké. Maar ik zie dat deze misschien wel 2 keer moet. Zie je het ook? Ja, baas. Dan smeren we het deurtje gewoon in met wat behanglijm. Eigenlijk vrij simpel dus dit. Ja hoor, dat is hartstikke makkelijk. En zo kun je gewoon vrij simpel en op een snelle manier oude spulletjes toch een nieuw uiterlijk geven. Ja. Plak het erop. Ja, je drukt hem zo in de hoek. En hiermee strijk je de bobbels weg. Ja, de lijm en de bobbels gewoon weg. Dat is echt een superhandig ding. Oké, hier gaan we dus nog even een keertje over. Ja, hier gaan we nog een keertje over. Dat is natuurlijk niet mooi genoeg. Ja. Maar je ziet al hoe mooi dat wordt, hè? Ja, inderdaad. Hoe anders het nu al is ten opzichte van net. En hier dan? Hebben we helemaal niet zoveel gedaan. Deze gaan we ook nog met een behangetje beplakken. Dat zal ik zo even op maat knippen. Oké. Weet je nog welke hoogte we hebben? Ja. En klaar is Clara. Maar als de meisje is? Ja, dan doen we dit. Ja, en okay. Jij forceert er niet te dicht erop, hè? Heel voorzichtig. Rustig aan. Jawel. De elektrische fiets wordt steeds populairder. 1 op de 5 fietsen die vorig jaar werden gekocht, die waren elektrisch. Maar hoe zit het met die elektrische fiets? Schijnbaar een beetje lastig, want ze hebben hier in Raalte een e-bike dag. Waarom is dat nodig? Elektrische fiets is toch niet zo'n spektakel? Nee, dat is het op zich ook niet. Maar het is wel een fiets die duidelijk anders is dan een gewone fiets. Ja. Als ik de 3 dingen mag noemen. Hij rijdt ongeveer 10 km per uur harder.
Hij is 10 kilo zwaarder dan een gewone fiets. En de gemiddelde mensen die op een e-bike rijden, die zijn nou meer dan 10 jaar ouder dan een gemiddelde andere mens, zou ik kunnen zeggen. Okay. En dat betekent dus dat, dat daar wel wat aanpassingen nodig zijn in vooral de brains van de mensen. Ja, nou eens even kijken hoe ze het er vanaf brengen. Kom maar hoor! Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt dan? Nou, dat het geweldig makkelijk is. En die manoeuvres die je moest doen, moeilijk of veel mee? Eitje, hè? Als ik nou een elektrische fiets wil kopen, waar let ik dan op? Nou, bijvoorbeeld hoe ver je kunt komen met de accu. Ik wil zo ver mogelijk. Nou, dat is geen enkel probleem. Tegenwoordig heb je al met 100 kilometer. Of echt, 100 waar? Plus. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat nog meer? De plek waar de motor zit. Het kan in voorwiel, achterwiel, maar ook middenin. Ja. Middenin is op het moment in opkomst. Want? Gewichtsverdeling is beter in het midden van de fiets. Ja, als je de motor daar hebt, dan ben je zwaar aan het zwenken met die fiets. Ja, met name mensen met wat zwakkere armen, hè, dus, wat oudere mensen, kan dat wat te zwaar in de armen zijn. Oké, dus de motor het beste in het midden. Ja. En wat nog meer? De mogelijkheden van het display en de bediening. Je kunt op de GPS, navigatie, alles kan er al op zitten. Ja. Maar het kan ook gewoon eenvoudig. Hè? Ja, dat ja. hangt van de persoon af die erop gaat zitten. Je kan er ook voor kiezen om een gewone fiets om te bouwen naar een elektrische fiets. En daar kan je op internet allerlei ombouwsetjes voor kopen. Nou, ik wil even testen hoe makkelijk dat is. En dan begin met een fiets regelen. Wat ben je aan het doen, joh? Fietsleidwater weghalen. Jongen, wordt dit gewoon zo erin gekeild? Ja, je wordt er gewoon in het water gegooid en dan... Ja, dan wordt er eigenlijk niks meer mee gedaan. Nee, hier kan je ook echt niks meer mee, joh. En wat doen jullie er dan mee? Dit zijn wrakken. Die gaan voor recycling. Oké, okay. Hier gebeurt niks meer mee? Nee, hier gebeurt niks meer mee. Nou, mag ik een fietsje meenemen? Ik heb nog een fiets om te bouwen. Ja, dan pak je die maar. Daar wordt sowieso niks meer mee gedaan. Nee, dat lijkt me ook, ja. Dit fietsie, ja? Ja. Die mist niemand, die kun je meenemen. Hè? Nee, die mist niemand. Yo, hè, bedankt hè. Yo. Oh. Zo, hier kunnen ze fietsen ombouwen. Ja, inderdaad. Hier, kijk eens even. Maar deze niet. Wat heb je nou toch mee? Mooi hè? Dat meen je niet. Ik kreeg een goede uitdaging. Nou, maar dit gaat hem niet worden. Nee, dat kan niet. Nee. Je hebt een goed frame nodig en wat het kwalitatief aan kan. Oké, okay, dus bij het ombouwen van een eigen fiets moet je minimaal... een goed frame hebben. Inderdaad. Ja. Alright. Ja. Maar wat dan wel? Ik heb bijvoorbeeld zo'n fiets, daar zijn we op dit moment mee bezig. Kijk, en dan praat je gewoon over een kwalitatief goed frame. Lekker stevig. Dit was ook een normale fiets en die heb je gewoon omgebouwd? Ja, die zijn we aan het ombouwen. Dit is met eigenlijk een hele normale standaard set, zoals wij dat, wij dat noemen. Maar kan je mij laten zien hoe je nou een normale fiets ombouwt tot een elektrische? Ja, dat kunnen we. Alleen dan is dit niet zo mooi. Dan heb ik iets veel moois voor je. Dat is het allernieuwste. De accu. Is dit de accu? Dit is de accu. Lijkt wel zo'n bidon, joh. Ik zou er niet uit drinken. Nee. Hijs hem maar op. Dat kan ik dan nog net. Mijn collega die maakt het spaken mooi even af, dus wij beginnen vast aan de bidon. Het gaat eigenlijk heel makkelijk op de bestaande bidonbevestiging. De bevestiging van de accu is eigenlijk al klaar nu. That's it, joh. That's it, ja. Oké, okay, dan heb je de accu. Ja, dan gaan we door naar de motor. Dus dan wordt de normale wiel eraf gehaald. Ja. Maar dit lukt nog wel allemaal als ik moet ombouwen. Dit zal je lukken, alleen het spaken wordt wat moeilijker. Ja, dat is een. En dat is toch wel iets wat vakkundigheid behoeft. Dan gaan we ze verbinden met elkaar. Dat gaat eigenlijk ook weer vrij eenvoudig. Als je hem hier dan dadelijk inplugt, hoor je hem al aanslaan. En nu is het een kwestie van het display er nog op en de afwerking. En dan zijn we er eigenlijk zo goed als mee klaar. Dit is nu eigenlijk gewoon al een elektrische fiets. Dit, ja, je hoorde hem al aanslaan. Nou, mooi. Hoe hard gaat-ie? 25. Hou jij mij er maar. Groetjes. Yo. Hoi. Hey.